naar Oostenrijk. En vanmiddag moeten jullie nog even naar school. Is dat dan heel erg? Nee, dat lukt ons wel. Nou, ik heb gewoon heel veel zin in. Dan kunnen we samen ook wat dingen doen. Dan gaan we weer lekker skiën, lekker sneeuwballen gooien op elkaar. En dat is gewoon heel leuk om te doen. Sommige ouders zeggen natuurlijk ook, nou, dat laatste dagje school, dat laten we maar even zitten. Ik vind gewoon dat het niet hoort. Tenzij je echt ziek bent, dan moet je thuis blijven. Maar ja, dat zijn nou eenmaal de regels en dan moet je gewoon aan houden. Nou, zijn de voorspellingen dat het heel erg koud wordt volgende week? Nog extra maatregelen getroffen voor de reis of de wintersport? Nou ja, we hebben allemaal wel dekens in de auto en de kinderen hebben ook allemaal bandana's voor, zodat ze het wat minder koud hebben. En een pot vaseline mee, dus het moet goed gaan. Hoe is deze week voor jullie, zo voor de voorjaarsvakantie? Druk is een van de meest drukke weken van het hele jaar. Want iedereen komt en de skiverhuur ophalen, snowboardverhuur. En de mensen komen op het laatste moment nog hun laatste spulletjes inslaan. Wat raad je de mensen aan om aan te trekken met die temperaturen van min 15, min 20? Goede thermoshirts en daarin met verschillende laagjes werken. Dus eventueel een donsje onder je jas en uiteraard warme handschoenen, heel belangrijk. De kinderen die gingen net gillend weg, er was ontlading. Is dat ook bij de docenten zo? Nou, die ontlading is niet zo extreem natuurlijk als bij de kinderen. Wij vinden het wel fijn om een week vrij te zijn, maar in die week wordt er ook gewoon weer gewerkt. We gaan er wel van genieten. En mis je dan school nog een beetje in die vakantie? Nee, helemaal niet zelfs. Vakantie!